In Nederland ging in 2009 slechts 36,7% naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Dit jaar wordt er verwacht dat er ook maar 1 op de 3 mensen gaat stemmen. Toch namen in Hees wel een aantal mensen de moeite om donderdag hun stem uit te brengen. Mevrouw, heeft u gestemd vandaag? Ja hoor. Ik vind het heel belangrijk gewoon om toch je stem te laten gelden. Ja, kunt u aangeven waarom u dat zo belangrijk vindt? Als iemand zich inzet voor ouderen waartoe ik behoor, dan verdienen ze ook bijvoorbeeld een stem. Ik heb zojuist gestemd, ja. En was het nou moeilijker om een keuze te maken voor de Europese verkiezingen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen? Mijn keus die is meestal hetzelfde. Gaat u stemmen vandaag? Ja, ik denk het wel. Ja, u denkt van wel, bent er nog niet zeker van? Ja, nou goed, op zich, die Europese verkiezingen die staan natuurlijk ver van je bed af, zeg maar. Maar ja, ik heb volgens mij gehoord dat er iemand lijsttrekker, of tenminste iemand uit Brabant staat ook op die lijst. Ja, ik denk dat ik daar gewoon op ga stemmen. Ja, ik heb morgen al gestemd, ja. En was het nou moeilijker om een keuze te maken dan bij de gemeenteraadsverkiezingen? Want ik was al op de hoogte voordat ik ging stemmen, op wie ik zou willen stemmen. Nee, ik ga niet stemmen. En waarom niet? Nee, ja, ik heb me er gewoon niet in verdiept. Ik weet er gewoon te weinig van om een weloverwogen keuze te maken. En heeft u ook enig idee waar uw stem naartoe gaat? Die verdwijnt in een hele grote pot. En ja, uiteindelijk dus Nederlandse vertegenwoordiging in het Europees parlement is natuurlijk maar betrekkelijk klein. 26 zetels op de, wat zijn het er? 751 of daaromtrent. Want het maakt ook weinig uit, denk ik. Volgens mij hebben ze gewoon 26 zetels en dat maakt niet uit of er 100 mensen Nederland stemmen of 100.000. Nederland heeft in het Europese parlement 26 zetels, dus daar denk ik ook dat daarom een beetje veel mensen het zinloos vinden om te stemmen. Ja, die gaat naar het Europese parlement, hè? Denk ik. Tenminste, daar ga ik vanuit dat hij daar naartoe gaat. Niet heel Europa bracht donderdag zijn stem uit. De meeste landen doen dit pas op zondag. Daarom wordt op die dag de uitslag bekendgemaakt.